Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering. Gewoon even lekker babbelen met z'n tweetjes. Dit is waarschijnlijk de laatste keer. Oh. We zijn nog niet dood, dus er komen vast wel andere momenten wanneer... Nee, we gaan lekker babbelen weer, zoals we al twee keer eerder met jullie hebben gedaan. En we hebben weer nieuwe onderwerpen opgeschreven op het blaadje. En doen we lekker na het intro. Hè? Oké, people, let's go to work. Hallo, ik ben Romy. Te laat. Ja. Nee, we willen het over drie dingetjes hebben. De eerste onderdeel is vakantie afgelopen. Ik kan het wel vakantie noemen, aangezien ik in een ander plaatsje was dan normaal en andere dingen zag. Maar zoals we nu ook weer zien, het begint net te regenen. En we hebben eigenlijk heel de dag een beetje zon. Wolken gezien. Ja. Het was eigenlijk de eerste dag dat het weer een beetje fatsoenlijk weer was. En we hebben ook lekker geshopt vanochtend. Ja. En het was gewoon hartstikke leuk, gezellig. En aan alles komt een eind. En ik vond het hartstikke gezellig, toch? Was hartstikke leuk. Het was hartstikke leuk. En dat is afgelopen. Helaas, jullie vinden misschien dat we heel erg klagen over het weer. Maar ik kan het nu even niet laten zien. Maar het regent nu weer buiten keihard. En ik heb eigenlijk geen één dag dat het echt heel erg mooi weer was. Nee. In het begin van de vakantie wel. Toen was het ook niet helemaal je van het en de en een en je. Het is de hele twee weken dat Vincent hier is geweest, is het echt gewoon kut weer geweest. Nou, dat zeg je niet, kut weer. Ja, nee, het is gewoon zo. Shit weer. Dat is netter. Stront weer. Vies stront weer. Echt. Dat vieze misbakselige, akelige, vervelend, irritante rot weer. Ja. Maar, het klinkt misschien raar, maar over een week of twee zijn we eigenlijk weer 5 dagen op vakantie. 4 dagen. En dat komt omdat we dan weer naar Disneyland Parijs gaan. Ja. Voor een aantal dagen. En Roy gaat voor het eerst. En ik ga eigenlijk voor de tweede keer, voor de derde keer in mijn leven, maar voor de tweede keer dit jaar. En 10 jaar geleden ben ik natuurlijk ook een keer geweest. Maar we gingen met school een dagje. En voor 60 euro kon je meegaan. En ja, dat kan je niet overslaan. En ik vond het wel lullig om tegen Roy te zeggen. Roy vond het ook lullig, weet je. Maar die had ook zoiets van, ja, als mij die reis was aangeboden voor 60 euro naar Disneyland, inclusief vervoer, dan zou jij ook gewoon gaan. En ik heb niet alles kunnen doen in dat park. En dat wil ik dan wel doen met Roy. En ik ben nog nooit in de studio geweest. Ik heb nog nooit een freefall attractie gedaan. Dus dat je eigenlijk naar beneden wordt gedonderd. En dat wil ik eigenlijk voor het eerst gaan doen in de Tower of Terror. Net als mijn ontmaagding in de Indiana Jones. De allereerste achtbaan die over de kop ging voor mij. Wat is er? Nee. Oké. Roy, jij bent nog nooit geweest? Vertel, wat verwacht jij van Disneyland Parijs? Gewoon heel veel mensen, heel druk. Ik hoop dat het heel mooi weer is. Daar hoop ik echt op, dat het zonnetje lekker schijnt. En dat je, gewoon magisch. Hou op. Oh, ik ben aan het veilen. Dat is niet aardig. Ik ben aan het vertellen. Ik ben er niet. Vertel maar. Ik heb verteld. Ik ben klaar. Ja, en welke attractie verlang jij het meest naar, denk je? Nee, dat heb ik niet. Heb je ik echt totaal geen één attractie ik dat je denkt... Ik wil ze gewoon allemaal. Ja, maar als je eentje hebt dat je denkt van... je hebt er eentje die je denkt van, die wil je echt keihard doen. Nee, heb ik totaal niet. Nee, heb ik echt totaal niet. Nee, heb je niet? Oké. Heb ik geen gevoel bij. Nee, ze heeft geen gevoel. Ik wil gewoon alles doen. Ja, ze wil alles doen, ze heeft geen gevoel. Oké, we gaan naar het laatste onderwerp. De manier te poken! We gaan vanavond uit eten en dat... Roby betaalt. Oh. Nee. Niks daarvan. Ja, maar je hebt geen contant geld. Ik heb geen contant geld, dat klopt. Omdat die pinautomaat niet in werking was. Ik pin heel vaak. Nou, hij deed het eerst wel. Ja, eerst wel, maar nu niet meer. Ja, maar dat was een paar dagen geleden. Een week of twee of zo. Nee. Een week. 5 dagen. 5 dagen. 6. 4 dagen. 3. Ga niet de hele tijd afronden. Nee, we gaan vanavond Grieks eten. Ik heb eigenlijk
Het is voor mij voor de tweede keer in mijn leven dat ik officieel in een Grieks restaurant ga eten. Dus dat is heel apart. De tweede keer? Ja, nu de tweede keer. Twee weken? Ja, in twee weken. Twee keer, ja. Maar dan voor de, ja. En het was echt ontzettend lekker. Ik heb echt mijn hele mikmak volgedouwd met vlees. Er kon gewoon haast niks erbij, maar ik bleef gewoon eigenlijk dooreten. En niet uit hebzucht of wraak, maar meer van, dat vlees van jij moet in mijn mond. Nee, dat was niet zo. Maar meer zoiets van, het was echt uber lekker. Oké, dat was de screenshot tijd. We gaan afsluiten. En trouwens, we hebben nog papiertjes van vorige keer waar we het over hadden. Kijk, we hadden het over films. Expendables, Fallen in Stars. Giovanni ging zwemmen en shoppen. Fantasialand. Robin had een bezoek bij ons. Zwembaden, gezeik. Marvel, Guardians of the Galaxy. Hebben we het daar over gehad? Nee. Daar hebben we het niet over gehad met jullie. Oh. Dit kan niet, Robin. Dit kan niet. Mensen zitten te kijken naar deze video. Vincent, waar ben je met het grote nieuws? Je bent naar Guardians of the Galaxy geweest en je hebt niks verteld. Nou, Roey, vertel me wat wij van die slechte film vonden. Het was fantastisch. Nee, het was echt ongelofelijk. Wat een fantastische film. En ik ben totaal niet science fiction liefhebber. Ik heb nog nooit Star Wars gezien. Ik schaam me, ik weet het. Maar ik hou niet van het genre science fiction totdat ik Total Recall zag, de oude. Totdat ik dus ook Guardians of the Galaxy zag. Terminator, dat was ook al een beetje science fiction, weet je. Maar Guardians of the Galaxy was gewoon Marvel-waardig. Marvel-waardig, sowieso. Ja. Echt een film. Super. Heb je hem niet gezien? Ga alsjeblieft meteen naar de bioscoop. Gewoon vanavond al. Maar Vincent, wat vond je er zo goed aan? Wat ik er goed aan vond? Ja. Het verhaal, de karakters, de humor. Oh, ja. De ongelooflijk niet-cliché plotwendingen. Ja. Dat is gewoon prachtig. En ik vond er inderdaad heel, heel droge humor in zitten. Dat gewoon. Dat maakt het ook heel leuk. En de muziek. De muziek van. Wou ik net zeggen, super. De muziek. Jackson 5, ABC. Nee, de andere. Ja, die is ook. Weet ik wel. Ik weet niet. Copyright. Nee, dat is geen copyright. Cover, yeah. Copyright. Yeah, right. It's copyright. Nee. En we hebben ook heel veel gefilmd ook en zo. Met mijn handycam, maar dat ga ik pas thuis monteren. Dus dat zien jullie ook nog allemaal op mijn kanaal. En we gaan natuurlijk heel veel video's maken in Disneyland Parijs. Dus we hebben geen vraagje raakshows opgenomen. Ja. Shit. Maar we kunnen dat misschien wel in Parijs doen. In onze hotelkamer. Dat kan ook. Dan doen we dat gewoon in Parijs. De vraag en reacties. We kunnen het straks nog. Ja, of we kunnen het straks nog doen inderdaad. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.